Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we ook weer een heel mooi bloemstuk maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte voor alle video's die ik maak. Wil je het pakket bestellen wat we vandaag gaan maken? Ga dan naar www.uonlinebloemist.nl of ga naar de beschrijving. Daar vind je een linkje waar je er ook naartoe kan gaan. Aan het einde van de video heb ik twee winnaars, namelijk de winnaar van het Gilanda-pakket en de winnaar van de deelactie. Want heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het dan op Facebook, Instagram of laat een review achter op Google. En dan maak je elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Dus heb je wat gedeeld, blijf dan vooral kijken naar het einde van de video. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Zoals je ziet heb ik een heel mooi frame en je ziet ze heel veel voorbij komen met droogbloemen. Maar vandaag gaan we het net even anders doen. We gaan met verse bloemen werken, maar wel bloemen die goed indrogen. Dus dat is wel een voordeel, maar soms vind ik dat net wat mooier en helemaal in het stuk. We gaan de bol in de ring verwerken en ik ga jullie precies vertellen hoe we dat gaan doen. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Dan zorgen we dat er de touw door de bol heen komt. Ik doe het als volgt. Ik maak met een ijzerdraadje een soort naald. Dus ik maak een haakje waar ik het touwtje aan vast maak. En dan kan je hem er zo doorheen prikken. Zoals je ziet heb ik dat hier gedaan. En dan maak je aan de onderkant eventjes een knoopje. En dat mag echt wel een goede knoop zijn. Zoals je kan zien heb ik dat ook gedaan. En dan bevestigen we eventjes wat mos hieromheen. Zodat de knoop nooit er doorheen gaat. Ik heb voor de tijd de bol al nat gemaakt, maar je hebt dus de bol. Je pakt dus een ijzerdraadje waar je het touwtje aan vastmaakt. En dan prik je hem er recht doorheen. En dan trek je het touw er voorzichtig doorheen. En op die manier maak je hem vast en dan maak je onderop een knoopje. Aan de onderkant doen we dus eventjes wat mos. Dat zet ik vast met een krammetje. En om niet te veel kracht te krijgen op het touwtje, zet ik ook het touwtje nog eens keer extra vast met een krammetje. Zodat je hem er niet doorheen kan trekken. Zo hebben we hem altijd goed vast. Belangrijk is dat je dit echt goed doet, omdat natuurlijk best wel veel kracht op zo'n bol komt. Dan gaan we verder met de bloemen. Ik ga beginnen met gipskruid. Ik heb heel mooi gipskruid. En we gaan heel compact werken in het stuk. En je zult straks zien dat eenvoud siert en helemaal in het stuk. En ik verdeel de gipskruid gelijk over het stuk. Heel compact. Gipskruid gelijkmatig verdeeld hebt, gaan we verder met het volgende bloemetje. Dan is het tijd om verder te gaan met het volgende bloemetje. Ik kies hiervoor limoenium en ook deze verwerk ik heel kort ertussen. Heb ik mooie disteltjes en ook deze werk ik er rondomheen. Zorg dat de verdeling goed is. Prik er even eentje door het mos, dan zie je straks de mos ook niet meer.
afhankelijk van hoeveel distel dus jouw tak heeft. Zet je deze ertussen. En dan eens kijken hoe mooi dit al wordt. Zorg dus dat je hem goed rondhoudt. Dan zet ik er nog wat eucalyptus tussen en deze verwerk ik kort. Let op, als je eucalyptus net boven het blaadje afknipt of afsnijdt, kan je beide kanten weer gebruiken. Dus dat is het leuke eraan. Dan kan je gewoon de hele tak elke keer gebruiken en ik gebruik gewoon elke keer één blaadje ervan. En ik werk dit ook weer rondomheen. Als laatste vullen we de gaatjes op met een klein beetje Tilantia. En dit zetten we vast met een krammetje. Heel subtiel hoor, hele kleine stukjes, echt om de gaatjes op te vullen. En het grijzen van de Tilantia past er mooi bij. Hou er rekening mee dat je gipskruid nog gaat krimpen. Zodat je echt mooi compact werkt. En kijk deze kleuren bij elkaar, super mooi. Dan is het tijd om onze bol in ons frame te hangen. Ik hang hem mooi in het midden en maak hem gewoon met een knoop vast. Oh, en kijk al hoe mooi dat wordt. Ik wikkel hem er even een paar keer omheen, zodat hij goed vast zit. En dan maak ik er een knoop in. En jongens, kijk hoe mooi. Eenvoud zie je het, hij is eigenlijk al helemaal af. Maar je kan er nog iets extra aan toevoegen door het frame en de bol echt in te pakken. Dat ga ik doen met curly takken. Maar je kan hem ook al zo bestellen. Dus zeg je van, ik vind hem zo gewoon mooi. Is dat helemaal goed. Gaan we gauw verder. Ik gebruik daarvoor dus de curly takken. Er zit ijzerdraad in. En dit wikkel ik eigenlijk om het frame heen. En je kan het buigen, dus dat is het leuke eraan. Oh, niet te strak. Ik wil namelijk dat het luchtige effect erin blijft. En nu is ze helemaal af. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je het linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Het is een heel stevig frame waardoor hij goed blijft hangen en niet gaat kiepen. Dat is heel belangrijk. Met een mooie zware onderkant. En ja, echt super gaaf. Dit pakket is in één kleur te bestellen. Dus alleen in deze kleur. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed. Twee zelfs. Allereerst de winnaar die iets heeft gedeeld op Facebook, Instagram of die een review heeft achtergelaten. Die winnaar komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt een cadeaubon gewonnen ter waarde van 15 euro die je vrij mag besteden op onze webshop. En je mag contact met ons opnemen. En dan nu de winnaar die het Gielanden-pakket heeft gewonnen. Dus het mooie houten frame met de Gielanden. Ik zal die ook even hierboven inzetten en dan kun je zien waarom het ging. En die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij mag ook even contact met ons opnemen. En ja, ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vandaag op zondag en dan komt woensdag weer een video online. En dan volgende week zondag weer. Dus elke woensdag en zondag komt er een nieuwe video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien jullie mij de volgende keer weer.